Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Vandaag is het maandag en zoals je ziet hangen de vlaggetjes nog steeds. Dat komt omdat ik gisteren in mijn eentje, nou met mijn moeder ernaast, maar helemaal zelf, naar Groningen ben gereden. Ging helemaal goed. Helemaal trots op mezelf. En aangezien het leven weer fantastisch is, ga ik dus vanochtend sporten. Het is 9 uur en ik ga sporten. Want mijn les begint pas 1 uur. En ja, wat moet je daarvoor dan doen? Dus ik ga lekker van 9 tot 10 sporten. Daarna douchen en naar school. En want ja, ik heb 9 maanden geleden aan mezelf beloofd dat ik meer zou sporten. Helemaal die goede voornemens. Dus ja, 9 maanden later ga ik dat waarmaken. Ik heb mijn sportbidon al even uit de kast getoverd. En mijn sporttas er even afgestoft. Dat is deze. En mijn sportoutfit. Ik bedoel, ik dacht ineens, oh, ik heb ook nog ergens sportkleding. Dus ja, we gaan lekker sporten. Ik ga op de scooter erheen. Zo leuk. Het is wel echt rot weer. Dus ik twijfelde nog even, maar het is wel droog. Dus we kunnen op de scooter, maar we kunnen ook in de auto. Oh, maar we gaan op de scooter, want de sportschool is zo bizar dichtbij. Dat eigenlijk moet ik fietsen. Maar ik wil gewoon heel goed op de scooter, want mijn scooter is gewoon nieuw. Maar de auto is wel gewoon echt beschamend, want het is echt super dichtbij. Dus ik ga lekker op de scooter. Een hele goede morgen en welkom bij dinsdag. Het is weer een regenachtige dag en ik ga zo meteen weer lekker naar school. Weer op de scooter. ik word echt lui. Maar ik heb mezelf wel beloofd, ik mag op de scooter, maar dan moet ik wel blijven sporten. Anders word ik echt dik. Zeg maar als ik nu weer fiets en ik ga ook niet meer sporten, dan is het over met de pret. Dus, dus ik zit erover na te denken om vanavond na het eten nog even te sporten. Ik was gisteren geweest. Dat ging heel goed. Ik heb een beetje spierpijn. En ik ga morgen weer. Dus als je elke dag iets van beweging zoekt. Als je even wandelen of iets. Dan is het al prachtig. Dat moet gewoon van mezelf. Maar ik ga nu snel naar school. Ik moet eigenlijk nog lang niet naar school. Mijn les begint pas 14:15. En het is nu 21:50. Maar ik ben best wel een ochtendmens. En ik heb wel lekker gedoucht. Ik heb haar een krantje gedaan. Want anders gaat mijn natte haar in de wind. En daar hou ik ook niet van. Dus ik ga nu naar school. Ik heb afgesproken met een collega van mij om wat dingen te doen voor werk. En dan om 14:45 begint mijn lespas. Maar nog genoeg te doen. Dus lekker naar school. Nou, ik ben uit. En 's ochtends staat het hier helemaal vol met scooters. En kijk hoe eenzaam die van mij nu daar staat. How cute. Een hele goeie morgen. Ik heb vanochtend lekker gesport, inmiddels gedoucht, geweld, opgemaakt, klaar voor de dag. Wat we gaan maken? Ik moet over ongeveer 3 kwartier weg. Ik ga ten eerste een lekkere pumpkin spice iced latte maken. Want Merel heeft voor mij van de Nespresso winkel pumpkin spice cake Barista Creations koffiecapsules meegenomen. Want ja, we hebben hier geen Starbucks, geen Nespresso winkel. En als je dit online wilt bestellen, moet je minimaal 40 euro, nee, minimaal voor 50 euro, 40 euro bestellen. Nou ja, dat doe ik niet. Dus Merel, bedankt. Dus dat maken we zo meteen. Wat we eerst gaan doen, is ik ga een broodje met ei maken. En in dat ei gaat spinazie. Maar ik hou van spinazie. En tomaat. Dat heb ik nog over. Dus ja, ik ga lekker tomaatjes snijden in blokjes en dan lekker in dat ei met spinazie. Mwah. Och, ik hou zoveel spinazie, dat kan ik echt forever eten. Ja, eigenlijk is dit dus baby spinazie en eigenlijk gebruik je baby spinazie meer voor wraps en salades. En normale spinazie gebruik je eigenlijk meer voor ei, maar goed. Hè? Baby spinazie is gewoon cute. Maar goed. Ik ga eerst de tomaat snijden. En dan kan ik alles maken. Een hele goede morgen en welkom bij donderdag. Vandaag ga ik dus naar Heerenveen, want ik heb een interview met een Friese docent in Heerenveen. Op het Christelijk College. Dus dat is super leuk. Dus ik ga nu naar Heerenveen. En ik moet een beetje opschieten, want mijn bus komt zo al. En
Ik ben een beetje te laat. En daarna ga ik naar school. Dat is eigenlijk mijn dag. Hoi, ik ben net thuis en we hadden een hele leuke dag gehad in Heerenveen. Het ging heel snel allemaal. Ik kwam er binnen, snel interviewen en huppatee. En daarna een hele lange dag op school. Maar nu kom ik thuis en ik ben heel erg benieuwd naar die nieuwe Netflix-serie. Die van Jeffrey Dahmer. Dus voordat ik ga koken, neem ik even een momentje voor mezelf. En ga ik de eerste aflevering kijken. Nou jongens, ik heb de eerste aflevering net gekeken van Jeffrey Dahmer. Deze gozer hier, ik kan het helemaal niet zien. Het is echt super heftig. Het is echt, echt heftig. En ook vooral als je dan dit kijkt met de gedachte van het is allemaal waar gebeurd. Het is allemaal gebaseerd op feiten. It's crazy. Ben ik overbelicht, terwijl het best wel donker buiten al is. Maar goed, het is nu 19:30. Dus ik moet eigenlijk wel even gaan koken. Terwijl ik wil verder kijken naar mijn serie. Maar scary. Dus eigenlijk wil ik het niet in het donker kijken. Maar goed, we gaan nu weer een lekker HelloFresh receptje in elkaar maken. In elkaar flansen. Ik ga de gemarineerde varkenshaasreepjes met gebakken rijst, ham, omelet en pittige zoetzure komkommer. Al laten we de peper eruit. Want ik eet dat niet. Ben benieuwd. Een hele goede morgen. En het is vandaag vrijdag. En mijn hele bureau ligt bezwaaid met mijn make-up. Want ik vergeet dat altijd op te ruimen. Maar we gaan weer even mijn make-up doen. Want ik heb zo meteen... Waar is mijn Apple Watch hier? Het is 9 uur. Ik heb om 10 uur een afspraak met mijn nagels. Dus ik moet ongeveer om 19:30... tot ongeveer 3 kwartier weg. Want normaal ga ik altijd 21:30 weg. Want het is in Zuiderburen. Dus een dikke 1/2 uur fietsen. Maar ik ga natuurlijk op de scooter. Dus ik weet helemaal niet hoe laat ik moet vertrekken. Dus waarschijnlijk ben ik toch veel te vroeg. Maar ja, anders wacht ik even. Want mijn moeder is dus de klant voor mij. Dus dat maakt ook niet uit. Als ik wat eerder ben. Ja. Dit zijn nieuwe nagels. Ik had een superleuke felle neon kleur. Alleen deze is er af en deze is afgebroken. En dit is dus gisteren gebeurd. En dit is een paar dagen geleden gebeurd. Dus in principe kon ik gelukkig nog een stukje vandaag weer. Wat heb ik op mijn gezicht? Ik heb dus hier helemaal een random bultje bij mijn wenkbrauw. En ik probeer het uit te knijpen, maar dat lukt niet. En uit mijn primer komt ineens niks meer. Oh, tadaa. We hebben het. Dus ik denk dat ik iets van een French wil. Vind ik echt super mooi. Maar ik weet niet wat voor kleur. Geen idee. En ik moet vanmiddag van de mondhygiënisten. Is dienst. En daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, dat is niet mijn meest favoriete hobby. Maar goed. Ik ga hem even opmaken en dan ga ik naar mijn nagels. Oh, voor de topochtend. Ik heb mijn wenkbrauwspul in mijn stoel laten morsen. Dus er zit een vlek in mijn stoel. Er zit nu een klein vlekje in mijn broek. Het wil niet van mijn hand af. Mijn wenkbrauwen willen echt niet. Het ziet er echt vreselijk uit. Maar ik moet toch zo weg. Dus wat een fantastische ochtend is dit nu wel. Oh, ik zie er gewoon echt niet uit. We moeten er maar wat van maken. Hoi, ik heb weer een kleine shine unboxing. En ik kom net over mijn nagels. Ik heb French. Ik doe zo meteen wel even een beter shot ermee. Maar het is echt vet mooi. Ik heb weer shine gekocht. Waarvoor ik eigenlijk het bestelde was omdat in mijn vorige Shine Shop vlog, in mijn vorige vlog, was een broekje veel te groot. Hebben jullie vast gezien? Als je het nog niet hebt gezien, kijk de vlog even terug. Maar dat was dus een broekje, was mij te groot, zwart broekje. Dus die heb ik in een maat kleiner gekocht. Nou, dikke prima. Maar waarvoor ik eigenlijk ook bestelde was voor de Skims jurk. Als je denkt, waar heb je het over? Skims van Kim Kardashian heeft een ontzettend mooie shaping jurk. Van €88. Nou ben ik niet zo
die een jurk koopt van 88 euro. Als ik het zou hebben, zou ik het zeker doen. Maar is een beetje duur. En je had dus een shine dupe. Mocht je denken, TikTok, tik het even in, vind je het allemaal. En die dupe heb ik dus gekocht. Ik ga hem later even passen, want ik heb nu geen tijd. Maar goed, shine is shine, dus ik ging allerlei dingen nog toevoegen. Want ja, hè, leuk. Ik heb een haarbanden trio gekocht. Ja, leuk. En ik heb klemmetjes gekocht. Roze. Maar ja, leuk. En toen zag ik deze tas. En ik zag ze alleen bij de kruidvat hangen. Zo'n baguette tas. Die wou ik nog. Want ja, weet je, leuk. Enig. Maar bij de kruidvat was die 15 euro. En deze was 4 euro. Dus ik dacht, ja, leuk. Dus ik ben helemaal happy. En ik ga de skimjurk later even passen. Dit zijn mijn nagels. Het is French met een soort bruin taupe-achtig kleurtje voor de herfst. En ze heeft het afgemaakt met een gouden touch. Het is echt heel mooi. Een hele goede morgen en welkom bij zaterdag. Ik ga zo meteen naar de Westfield Mall in Den Haag met Lotte en Janine. En we gaan lekker een dagje shoppen en daar heb ik echt heel veel zin in. Hey, welkom bij de vlog. Ja, we zijn nu midden in de crime scene. De crime scene. Want... De scene, de scene. Je ziet de song. De crime song. Er staat politie achter ons, er staat politie voor ons. Naast ons. Naast ons, bovenop ons, onder ons. We zijn echt letterlijk, de mall is letterlijk daar, maar er is een ongeluk gebeurd. Dus we staan hier nu al half, nou we zijn hier in 10 minuten. Maar daar loopt een snoepje, Waar? Snoepje, waar is het? Snoepje komt eraan. Hallo. Oh, maar jij mag niks. Hij gaat ons over. Leuke politieagent, vind ik wel jammer. Jij mag niet. Hallo, we moeten naar de mall. Wij moeten blijven staan. Nee. Wanneer? Ik moet graag voor 5 uur die bal in. En worden nu... Oh, hij doet zo. Er worden nu auto's in de baan naast. Dus die moeten nu naar achteren. Die moeten hier weg, zeg maar. Die worden politie weggeleid. En ja, wij staan hier. Nee, dan komt hij ook even hier. Dan mag je op de vlog. Maar ik heb niet zoveel zin om achteruit te rijden, want dan ga ik sowieso botsen, want het is al heel druk. Oh, dan moet een ambulance door. Kijk. Oh, nee. Een ambulance door. Oh, daarom kijk. Moeten we weg. Jongens. De ambulance. Wat erg. Ja, maar kunnen ze dat even op een ander wegdek doen, want wij willen door. Het is trouwens, ik denk dat de Aldi en de Jumbo in een conflict zaten. Want het is letterlijk een Aldi bus en een Jumbo bus. Ja, die zijn beide erbij betrokken. Supermarkt rel. Dat gaat wel eens rijden, maar dat is denk ik... Maar kunnen ze niet even op de rechterwegdek, dat wij op de linkerwegdek gewoon nog door kunnen rijden? Ja, schuif die mensen even opzij. Ja, dan kunnen wij door. Waar is die Snoepie gebleven? Ja, Snoepie. Ja, de politie gaat er daar. Dat zie je nog wel? Hier. Moeten wij al keren? Ja, ik weet het niet. Kunnen we al even vragen wat de andere route is voor de Westfield Mall? Schat, wij komen heel in Leeuwarden. Dan zegt hij, gaan we naar huis. Ja. Hallo, je staat nu te lang te praten met die auto. Ik denk dat we dan misschien gewoon de snelweg op moeten. Oh, hij komt er zo aan. Ik denk dat ik die camera weer weghaal. Ja, haal maar weg. Ja, een beetje awkward. We zijn inmiddels van de Westfield Mall vandaan en we zijn nu in het centrum en oh mijn god, een Starbucks, ik wil echt nieuw Halloween mok. Afgeleid van altijd. Afgeleid. We gaan nu naar het centrum en dan gaan we naar Primark en naar andere winkels, want eigenlijk vond ik in de Westfield Mall wel, waren minder winkels dan verwacht. Jij was wel geweest, maar was de eerste keer. Dus we gaan hier doorheen. Oh, oké. Okay. Dan kunnen we samen door één deur. Het zijn een beetje de standaardwinkels, zie je daar. Ja, nou, ik heb meer eettentjes gezien. Maar het was wel een hele mooie mall. Dus nu gaan we lekker naar het centrum. Maar ik heb wel een winterjas. Ze heeft wel een winterjas. Ik vind het er zo leuk uitzien, zo'n tramstation. Helemaal ondergrond.
Hallo. We wachten al bijna een uur op ons eten. We zijn aan het eten bij Fabiano. We hebben wel een lekker voorgerechtje gehad. Lekker cola. Ik heb een halve liter ijsthee. Van die trap afkomen, die zie je hierachter. Ja, en hier net tussen. En dan kun je zien of het eten eraan komt. Maar het komt niet. En we hebben om vijf over half zes besteld. En het is nu 6:30. En mensen die na ons hebben besteld, die hebben het al lang. Maar dat zijn pizza's en wij hebben pasta. Waarschijnlijk zit daar een verschil in. Het is er eindelijk. Eet smakelijk. Oh, hij verdwijnt net achter de wolken. Dat is gemeen. Mooi vliegtuig. Hoi, een hele goede morgen. Middag is het al. Ik kom net thuis van Luc. Ik ben naar Luc geweest vanochtend. En ik heb zelf teruggereden. Vond ik echt super leuk. En gisteren was het ook wel leuk. Ik heb in principe niet heel veel interessants gekocht. Eigenlijk alleen maar ondergoed. En ja, dat was eigenlijk mijn week. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe ik zeker even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer ook zeker even op mijn kanaal als je geen enkele vlog wil missen. En wellicht zie je de volgende week, zien de vlogs er nieuw uit. Want ik ben eigenlijk bezig met een nieuwe huisstijl voor mijn YouTube kanaal. Samen met een grafisch ontwerper ben ik daarmee bezig. Dus ja, waarschijnlijk zien de vlog de volgende week er een beetje anders uit. Hoop ik, en anders de vlog daarna. Maar ja, bedankt voor het kijken en tot volgende week.